kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma worden focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. COVID-19 management team blijft gemeenschap onverkort inlichten. Oliegiganten Apache en Total doen tweede oliefonds voor Surinaamse kust. Minister Sergio Akinboto roept gemeenschap op zich te houden aan voorzorgsmaatregelen COVID-19 en een oproep aan de samenleving om zich te houden aan de geldende hygiënemaatregelen. De oliegiganten Apache en Total hebben de tweede significante olievondst voor de Surinaamse kust gedaan. De Sapakara West 1-put is geboord tot een diepte van ongeveer 6.300 meter en is succesvol getest. Deze olieput bevindt zich ook in blok 58, waar enkele maanden geleden de eerste significante olievondst in Surinaamse wateren is gedaan. In dit blok bevinden zich nog ongeveer 50 putten, waar zich mogelijk ook commercieel winbare olievoorraden bevinden. In het volgende verslag spreekt president Desiree Bouterse u als volgt toe, nadat hij het grote en goede nieuws heeft ontvangen van staatsoliedirecteur Rudolf Elias. Pres, ik ben vandaag hier bij u om het tweede goede nieuws te brengen. En dat is dat Apache vandaag gaat announcen om 9 uur dat ze de tweede fonds hebben en dat Sapakara ook een significante oliefonds is. Dat is heel mooi nieuws. Het tweede mooie nieuws is dat ze gelijk doorgaan met de derde put. En de derde put gaan ze boren tussen Sapakara en Makaen. Dus de kans dat we daar weer eentje hebben is bijzonder groot. Maar we hebben nu in ieder geval de tweede. Gefeliciteerd. Volk van Suriname, nadat we weken in de griep zijn gehouden, of nog steeds in de griep zijn van corona, heeft de voorzienigheid ons weer een geweldig cadeau gegeven. Het blijkt weer elke keer dat wanneer we lijken op het diepste punt te zitten, dat de grote man daarboven ingrijpt. Meneer Elias en team, gefeliciteerd. Het is geweldig. Apache en partner, gefeliciteerd. Maar bovenal, volk van Suriname, gefeliciteerd. We zullen heel snel bij elkaar moeten komen. Want dit wordt nou echt een beetje heel, heel, heel veel geld voor dit klein land. En al de doemdenkers die al spraken over devaluatie en de negatieve berichten, laten we dit gedeelte afsluiten. Laten we bij elkaar komen als Surinamers en laten we kijken hoe wij nu en vooral voor de toekomst een regime neerzetten dat dit land voor de komende decennia voor onze kinderen en kindskinderen kan zorgen. Mijn versterking Aramara, dan een bijnjongsu, zijn directeur voor staatsolie, naar president-commissaris Chakon Jatide, en mijn versterking Sarnang, mijn versterking staatsolie, mijn versterking Aramara, mijn breedte, love up. Laten we elkaar ondersteunen om dit geld samen te managen. Thank you. Ja, het is natuurlijk een prachtig moment. In toch deze moeilijke dagen waarin de hele wereld vecht tegen COVID. Dat is ook de reden waarom we het heel erg sober hebben gedaan en waarom we nu op minimaal 1,5 tot 2 meter afstand van elkaar met elkaar moeten communiceren. Maar het is gewoon een hele prachtig moment. Niet alleen voor staatsolie, maar vooral voor Suriname. Het is de tweede vondst, Sapakara. Een heleboel mensen zullen gaan vragen, van, is het groter dan die eerste? Is het beter dan die eerste? Allebei zijn ze significant. We moeten nu aan allebei gaan rekenen over hoe groot ze precies zijn. Dus we kunnen nu nog niet zeggen of de een groter is dan de ander.
Wat ik u wel kan zeggen is dat we gelijk bezig zijn met de voorbereidingen voor de derde put. En de derde put, dat wordt Kwasi. En dat is een put die tussen Sapakara en Maka in ligt. Dus de kans is heel groot dat als er in Sapakara olie is en als er in Maka olie is, dat er tussenin ook olie is, want het is ook weer recht boven het reservoir. Blok 58 is ongeveer even groot als Trinidad. Het is gewoon om jullie een idee te geven hoe groot het is. En binnen dat blok hebben we meer dan 50 prospects gevonden waarvan we denken dat als we daar gaan boren dat we olie vinden. Dit is nu de tweede die we geboord hebben en het is de tweede keer raak, dus we zitten nu op 100% hit. De derde komt eraan, daar gaan we nu naartoe, dat is Kwasi. En daarna ongetwijfeld de vierde. En na de vierde gaan we kijken waar gaan we een appraisen, hoe gaan we de ontwikkelingen maken. En het is allemaal gewoon ontzettend goed nieuws voor Suriname, voor de toekomst. En ik hoop nu dat iedereen toch wakker wordt en dat we zeggen van, we weten nu dat we de tweede grootste significante olievangst hebben. Misschien komt er wel een derde, een vierde, een vijfde. Kijk naar Guyana, daar zijn er 13 tot 14 achter elkaar gekomen. Dat we een keer gaan praten met z'n allen om te kijken hoe gaat de verdeling plaatsvinden van het geld wat we binnen gaan krijgen met de olie. Hoeveel gaat in het fonds en hoeveel gaan we consumeren en besteden aan ontwikkeling. Met deze tweede oliefonds, nogmaals, misschien dat er een derde en een vierde achteraan komt nog dit jaar. Exxon die gaat ook samen met Petronas boren in blok 52. Dat is niet zo ver van waar Apache nu aan het boren is. Ook daar zijn we hoopvol. Tullo heeft in blok 47 een put, nog dit jaar. En dan ergens begin volgend jaar Cosmos. Bij de eerste fonds heb ik al gezegd, Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn. En nu met deze tweede fonds is dat in principe bevestigd. Nu hebben we de mogelijkheid om ontzettend veel geld te verdienen. Er gaat ontzettend veel geld Suriname binnenstromen over een jaar. Ik denk dat we over 4-5 jaar dat het eerste oliegeld vanuit de offshore Suriname binnen gaat stromen. Over 7 tot 8 jaar is dat natuurlijk nog veel meer. En Suriname gaat nooit meer hetzelfde zijn, omdat we ontzettend veel geld ter beschikking gaan krijgen om ervoor te zorgen dat we dat goed besteden. Maar we kunnen natuurlijk alle richtingen uit en we hebben natuurlijk onze voorbeelden niet zo ver weg in Venezuela. Maar we hebben ook hele goede voorbeelden in de wereld, zoals Noorwegen. En wij moeten nu als Suriname en als Surinamers zelf onze weg gaan zoeken over hoe gaan wij meer richting Noorwegen en minder richting landen zoals Nigeria en Venezuela. Volk van Suriname, gefeliciteerd. In het midden van zoveel uitdagingen, in het midden van zoveel dat wij nu zien gebeurt in Suriname, waar we soms onmoedig van raken, maar we weten dat als we het samen doen, onze moeite doen, onze inzet doen, hard werken, dat we op een of andere manier een signaal krijgen van beloning. Dit kan gezien worden als dat signaal, dat we op de goede weg zijn. Dat als je inzet voor je land en je volk, als je inzet om alles te doen om een zekere mate van welzijn, welvaart te brengen, geluk te brengen naar mensen toe, dat het universum ons de richting wijst en ons zegt, je bent op de goede weg. En ik zou zeggen met deze nieuwe fonds, Sapakara West 1, blok 58, is zo'n signaal gestuurd. Groot succes, grote felicitaties gaan we ontvangen natuurlijk. Laten we kijken hoe we dit beter kunnen inzetten. Het maximale hieruit kunnen gebruiken. Zodat wij niet als land alleen maar een ieder kunnen helpen in het land. Meer kunnen helpen waar meer hulp nodig is. Maar dat we bewuster worden dat we een gezegend land zijn. En dat deze zegeningen blijven komen, mits wij ons blijven inzetten. Dank u, gefeliciteerd. Ik wil Surinaamse samenleving feliciteren met het grote nieuws dat we daar eerder hebben ontvangen. Met de tweede grote oliefonds in onze wateren, in onze offshore area. Het betekent natuurlijk voor ons als land dat we weer op wereldkaart worden geplaatst met deze bijzonder positief nieuws. En dat wij als land ook weer hebben waargemaakt waar we staan. Het is bijzonder goed nieuws in een periode van onzekerheid, van moeilijkheden, van uitdagingen.
dat je toch wel deze hebt om later weer goed uit te komen. Natuurlijk een zeer grote uitdaging met een lage olieprijs, een dalende olieprijs. Maar ik denk zeker dat wanneer je deze moeilijke tijden hebt kunnen doorstaan, dat je straks weer, wanneer die olie weer een boost zal krijgen, de wereldmarktprijs een boost zal krijgen, dat het veel voordelen zal hebben voor Suriname. Het geeft ons meer ruimte om goed na te denken hoe wij dit traject tot exploitatie, tot ontginning, wanneer we olie werkelijk uit de grond halen, hoe wij daarmee zullen gaan dealen. Dat biedt ons ruimte, deze uitdagende periode, deze stressperiode, weer een minder positieve periode. Maar dit is een curve waarbij we zeker weer hier bovenop zullen komen als land, als Suriname. En ik zeg altijd, we have to stay alive to enjoy life. Suriname, keep it up. Het Nationale COVID-19 Management Team licht de samenleving dagelijks in over de ontwikkelingen rondom COVID-19. De samenleving wordt tijdens de dagelijkse persconferenties ook geïnformeerd over maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De incubatieperiode is nog steeds 14 dagen. Dat is globaal geaccepteerd. We praten niet over de enkele cases die men in China had gemerkt met een iets langere periode. Dat is bijna te verwaarlozen, vandaar dat is genomen wereldwijd de 14 dagen incubatie. En dan even ter verduidelijking met betrekking tot de quarantaine. De quarantaine is gelinkt aan de incubatieperiode. We plaatsen iemand in quarantaine gelinkt aan die 14 dagen. Daarom kiezen we voor 14 dagen. Quarantaine staat eigenlijk voor 40. Caran van 40, 40 in het Spaans, Latijns. Die 40 dagen werden bij sommige ziekten gehanteerd. Bij COVID worden 14 dagen gehanteerd op basis van die incubatieperiode. Het moment dat iemand contact heeft gehad met een besmette persoon op datum 10... en wij de persoon zeggen op datum 15, u heeft op 10 contact gehad. Ik wil het niet zo ver nemen, want mijn mensen zijn niet zo traag. Dus laten we zeggen op 13. En 13 geven ze aan, mevrouw of meneer, u heeft op 10 contact gehad met iemand. Dan worden die dagen geteld vanaf de dag dat je contact hebt gehad. Omdat dat de incubatieperiode start. Op 10 moeten we beginnen te tellen. 1. 2, 3, dus dat wil zeggen 10 is 1, 11 is 2, 12 is 3, 13 is 4, 14 is 5 en zo doe je die telling door. Bij elke persoon die positief bevonden is, tellen we dan voor de contact tracing, om de contacten te vinden, 3 dagen terug. Waarom 3 dagen terug? Omdat is gebleken dat 2 dagen terug, voordat de klachten starten, de persoon besmettelijk is. Sommige landen hanteren 2, andere hanteren 3. Maar zoals u heeft gemerkt in Suriname, zijn we met alles heel stringent geweest. Dus hebben wij gezegd, wij nemen de 3. We gaan 3 dagen terug in de contact tracing. Dat wil zeggen, als die persoon met klachten begint op 15, dan tellen we terug 14, 13, 12. En dan volgen we alles dat die persoon van 12 heeft gedaan, tot het eind. Wanneer verklaren we iemand genezen? Wanneer zeggen we dat iemand genezen is? We doen een test. Als iemand positief is bevonden, wordt de persoon geïsoleerd. Wordt de persoon ondersteunend behandeld. Afhankelijk van zijn of haar klachten, zal de behandeling, ondersteunende behandeling, laat me dat nog een keer zeggen, de ondersteunende behandeling, dat wil zeggen, noa medicijn dit. Samankier COVID-19. Ondersteunend. If je hebt braken, je kies een tablet voor braken. If je hebt diarree, je kies een tablet voor diarree. If je droge uit, je kies een infuus. Die behandeling wordt dan gegeven. En we tellen dus van dat moment uit af, als je positief bent bevonden, bij de 9, zodra je begin de klachten minder beginnen te worden, dan weten we al, je begint te herstellen. We doen weer een test,
en dan kan die test negatief uitkomen. Waarom? Het apparaat dat het meet, meet de viral load. Want eenmaal die vragen steeds komen, ga ik het dan ook uitleggen. Dat is heel medisch technisch. Maar het is de viral load die je meet. Dus dat geeft het de virale lading. Dat is hoeveel virussen heb je in je systeem. En dat geeft het apparaat aan als positief. Wanneer die virale load omlaag gaat, omdat je herstelt, omdat je lichaam het virus heeft herkend en het aanvalt, en het dropt, wanneer we het weer testen, gaat het negatief kunnen tonen. Maar één negatieve test is niet genoeg voor ons om te zeggen je bent genezen. Dus na 24 uur wordt er nog een test gedaan. En als die na 24 uur ook negatief is, dan mag je naar huis in thuisquarantaine, zelf quarantaine voor een week. En dan wordt er voor de derde keer getest. En als er voor de derde keer negatief is, dan kunnen we praten over genezing. Tot dit uur dat ik de informatie binnen had, waren er 2 patiënten die 2 keer negatief hebben getest en naar huis zijn gestuurd. En 1 patiënt die 1 keer negatief heeft getest en nog het testresultaat afwachtte van de tweede. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geeft aan dat er tot nu toe geen onderwijsachterstand is en de competenties van de kinderen voldoende zijn kunnen worden ingeschat op basis van de tot nu toe geleverde prestaties in het eerste en tweede kwartaal. De leerstof is in voldoende mate aan de orde gekomen. In onze eerste statement, en dat was op 16 maart, hadden we vastgesteld dat vanwege de crisissituatie de paasvakantieperiode was vastgesteld van 16 maart tot en met 14 april. En de scholen zouden dus afhankelijk van de situatie op dat moment op woensdag 15 april 2020 weer opengaan. Gelet op de huidige ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 is het verwachtbaar dat dit niet haalbaar is. Waarom? Als we de huidige criteria in acht moeten nemen, en dat is 2 meter social distancing en groepen grootte van 10 personen, dan begrijpt u dat dat binnen het onderwijsproces niet gaat lukken. Gewoon een voorbeeld om even uit te breiden. Social distancing. De kinderen komen met de bus. De bussen vervoeren normaal 40 kinderen. Dat kan dus niet. Nog de groepjes, nog de afstand in de bus. Of in de boot. Of in de klas. De klassengrootte varieert tussen de 30 en de 40 leerlingen per klas. Kan u zeggen, ja, we gaan groepjes maken van 10. Maar dat betekent dat ik per klas 4 lokale en 4 docenten moet hebben om die groepjes van 10 te doen. Nou, dat is niet haalbaar. Dus wij gaan ervan uit dat op basis van deze criteria, die heel erg belangrijk zijn om inderdaad de community spreading te voorkomen, wat nu onze belangrijkste opdracht is, is het belangrijk dat we de scholen nog gesloten houden. Maar in verband met die mogelijke latere start heeft het ministerie al de volgende voorbereidingen getroffen. 1. De leerstof, repetitieschoolonderzoeken voor de resterende schoolperioden, die zijn allemaal al geherprogrammeerd. 2. We zullen distance learning aanbieden via tv-producties. Omdat we via de tv landelijk de mensen zoveel mogelijk kunnen bereiken. En zodat de leerlingen geen leerachterstand oplopen. Volgende week kunnen we al starten met de eerste uitzendingen van het streamonderwijs via de tv-zenders voor de 5e en de 6e klasses. Die groep is voor ons heel erg belangrijk, omdat die kinderen dit jaar toets zouden moeten doen voor het vervolgonderwijs. Dus we beginnen daarmee
En het STREAM onderwijs, en STREAM staat voor Science, Technology, Reading, Engineering, Arts en Math. En daar hebben we al 18 lespakketten ready. Kunnen we dus nu uitzenden. Nogmaals, we focussen op de vijfde en de zesde klas, groep 7-8. Zodat deze innovatieve manier van onderwijs ook direct geïntroduceerd wordt bij de kinderen. Ik denk dat in het kader van repatriëring het goed is om te zeggen dat wij misschien een update te geven van hoeveel repatriatievluchten en hoeveel mensen we reeds naar Suriname hebben gebracht. En het lijkt ons dus goed om aan te geven dat, om in elk geval door te geven dat dus as we speak er een vlucht reeds binnen is en die dus nu wordt afgehandeld. Maar in de afgelopen periode, en dat is dus vanaf 20 maart, hebben wij uit Miami ongeveer 77 mensen gehad die zijn gerepatrieerd. Op 22 maart hebben wij 103 personen gehad uit Curaçao. 23 maart 80 personen uit Aruba. En 23 maart hebben wij 20 personen gehad die uit Trinidad en Tobago zijn gekomen. 31 maart hebben wij 82 personen die uit Belém zijn gekomen. 2 april hebben we 90 personen die dus uit Miami komen. En dat is dus, die personen komen dan vanavond aan in Suriname. Dat geeft een totaal van 452 personen die dus zijn gerepatrieerd reeds in Suriname. En allen zijn ondergebracht. Verder moet ik zeggen dat vanavond of vanmiddag ook een TUI-flight is geland. Deze vlucht zal morgen vertrekken en deze zal dus repatrianten vanuit Suriname meenemen naar Nederland. Dat is de informatie met betrekking tot de repatriatievluchten. Ik dacht dat het belangrijk was om dit toch wel even met u te delen. Er zijn nog 2 kleine zaken die ik aan u wil voorhouden. Op het gebied van veiligheid had ik aangegeven dat wij dus steeds bezig zijn aan te scherpen. Ik moet melden dat onder andere, u zult merken dat er de schoeners die lagen bij de brug, de Weidenbosbrug, allernaast de Weidenbosbrug, dat daarop is opgetreden door de diverse diensten. En dus dat we in elk geval een stuk minder schoeners hebben. En in de komende 2 dagen zullen dus alle schoeners vertrokken zijn vandaar. Verder met betrekking tot de dispensatie aanvragen. Ik heb gisteren al aangegeven dat wij in principe worden overstelpt door mensen die denken dat alle personeel van hun of iedereen dispensatie zullen krijgen om zich tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens op straat te begeven. En wij vragen nog een keer aan alle bedrijven, wij doen het voorstel dat zij hun diensten zodanig aanpassen dat het past binnen dat termijn van dat de mensen dus niet tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens iets moeten doen op straat. Want anders is het natuurlijk, dan hoeven we in principe die maatregel niet getroffen te hebben. Ja, dus heel erg graag vragen wij de medewerking van de diverse bedrijven om het zodanig te regelen dat als er mensen in die periode zouden moeten werken, het daadwerkelijk essentiële personen zijn die dus daadwerkelijk essentiële diensten moeten uitvoeren. En als laatste zou ik zeggen, met betrekking tot de handhaving van de avondmensen, ik heb al gewezen, of tenminste verwezen naar hoofdinspecteur Narden, om dus daarop in detail in te gaan met betrekking tot de laatste dagen. Hoe
Hoewel de autoriteiten bij herhaling de Surinaamse gemeenschap oproepen gehoor te geven aan de op zondag 29 maart ingestelde partiële lockdown, blijken delen uit de samenleving zich niet te willen onderwerpen aan het gezag van de politie, die belast is met de controle. Uit hoofde daarvan doet minister Sergio Akinboto een beroep op de totale gemeenschap om zich te houden aan de voorzorgsmaatregelen in verband met COVID-19. Alle maatregelen die de overheid hanteert zijn bedoeld om de gezondheid van u als burgers in zijn totaliteit zoveel als mogelijk te beschermen. Met Bar Odi, alle de jongen van Contraditie, alle jonge Surinamers die hier naar kijken. U heeft de afgelopen tijden gehoord, vele informatie, veel boodschap. Er wordt elke dag gesproken vanuit het managementteam in verband met het coronavirus. En de regering kwam besluit, uit monden van president, president Taki, de komende 2 weken, ko tapusref even, ko onthoudsref strategie van bepaalde unity. Maar het blijkt dus dat hij want to in akkoord in de begrepen staan dat hij. Ik denk dat hij een bestand nog een boel ernstig staan. En ik ga om mijn president, en ik ga om mijn Akinboto, en ik ga om Subana ook aan management team. En ik ga om uw gezondheid. En ik denk dat hij een begrepen heeft staan. Bepaalde konderen, we schippen af virus, bigi konderen staan, money staan, moren moet faciliteit, moren staan. Is dat virus doen aan de sma. Ik hier om mijn sma. En dat uno want ja. Uno want dat ja. Ten ook gado en je ponu. Dat a groei voor de aantal besluiten zijn ego langzaam. En we horen zo. En ko uno do sani voor play store. En ego om takje door de instelling aan president. En ego om takje door de instelling aan regering die zie. Ego om you, ego om mijn gezondheid voor you naar je trauma. Omdat zo op sa. Stel je voor dat ego tapas strati raak besmet. Is ziek. Ik word dede. No een familie vino man ko beri wan boom fasi. Dan de realiteit. Kan die uno lobente met takso. Maar tijd dede. This man for you, no kiss kans for Berry, na fast five one Berry. That song, the man was here and was safe. Can they all like no give free anything? Lanti Berry was what fast it up. Thus, sorgo taki unoko in Arak, and sorgo taku horu na aspra, sorgo taku tan even na ose tu wiki disi, dati unoko no potra usref libi na atras ma libi in gevaar. No, a belangrijk sani brada. U luku de beelden, luku sef sen in Shafsan na China, China recover baka, sef sen Amerika, luku sef sen Italië, zelfs in Spanje, zelfs in Nederland. Samen cargo naar Kondre en naar Biggie. Atoso, Kondre naar Omen en de medische ontwikkeling. Tok de man om aan Belfaya. De laatste onnodig stranang. De laatste onnodig stranang. Dus met Karuno Lobiwa, met Karuno Brada. U Arki, de man tapas strati. Uno play store. Uno porasan, uno do verede. En de van Nodu. Ako asinginos, asinginos sap sma. Ano sap gangster, ano sap gudus man, ano sap potis man, ano sap pumas man, ano sap wetis man, ano sap blakas. I kiss alas ma hoon. Alles maar ik zie. Dus zorg dat je hoort naar de voorschriften. Een oproep doet op jou. Even op de DDC. Op Sabaka. Zo mijn virus bij kies grond op. De psa. Dat is mijn laatste libi. Zorg dat je dat libi is. Zodat ik de nieuwe ontwikkeling zou komen. Want een grond op een keer helemaal bakken. We gaan een trafase bakken. Je wil met je mee. Je hebt ching. Je familie. Ze willen je ook toe. Ze rekenen op jou. Dus niet een kans zomaar. Niet een kans naar je libi. Met Karunu. Met Rupu op. Lek jong wat van konden die dat u let op uw zaak, u horen naar regel eventjes twee keer. Maar ook toe alle de examen bij dat staat die 6 euro, bij dat zijn die brokopondo. Maar bij haast ik ook zo, zo ik had de insee. Toen ik mijn minister, ik dacht, ik ben gedoe aan verantwoordelijk, samen dacht, no, maar hoor me naar regel. En ik wilde een voorbeeld dat allemaal kan volgen ook toe dat ik iedereen was maar me horen naar regel die zin. Iedereen was maar me horen naar afspraak die zin. Dus ik doe even de komende periode, ik op zijn fase die zin. En dan denk ik, alles aan ook normaal bakken. Met Karunu, hoor een regel, hoor een span, waarschuw de jongen voor je ook toe. Geef een bon voorbeeld. Met zorg dat hij een aantal besmetters maakt, no console van de hele intrakondere. Omdat hij ook geen man kreeg, ook een goed systeem voor moren leggen, moeilijk bij de DDC. Maar rekent op je, brada. Maar rekent op je, sa. Maar rekent op allemaal, dat we zorgen dat we horen als praktisch. Grand dank. En tot slot doet het Nationaal Informatieinstituut op u als burger van ons geliefd land Suriname het dringend beroep om de handen ineen te slaan in de strijd tegen COVID-19. Om besmetting zelf te beperken drukken wij u op het hart de voorgeschreven hygiënemaatregelen stipt op te volgen. Was uw handen, ontsmet waar nodig, met desinfecterende middelen op alcoholbasis. Hoest en nies in wegwerpdoekjes en blijf thuis, indien u grieperig of verkouden bent.
Bij vermoedens van een besmetting met COVID-19 wordt u aangeraden om direct te bellen naar de BOG hotline op 178. COVID-19, Giwangozontu Saranang. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.